ben Ruben Monbalieu, een partner binnen het Sustainable Cities team van Gimf en in die hoedanigheid ook lid van de Raad van Bestuur van Front. Hey, dag Ruben. Hey. Welkom, André. Ik ben Geert Vostier, ik ben CEO van Front. Wij zijn actief zowel in de wereld van elektrotechniek, elektrische installaties, als in de wereld van HVAC, heating, ventilation en airconditioning. Goed, we beginnen. Ja. Ready. Wel, Front is een groep van installatiebedrijven. Wij zijn bezig in de markt in feite een consolidatie aan het teweegbrengen door verschillende partijen die in een van die twee hoofdsegmenten actief zijn, om die samen te brengen met als ultiem doel onze klanten te gaan ontzorgen en in feite een multitechniek aanpak voor te stellen waarbij we die klant volledig willen ontzorgen op vlak van energietransitie. We zien een heel grote opportuniteit en uitdaging tegelijkertijd in de klimaattransitie. En om die klimaattransitie te verwezenlijken, moet er enorm veel geïnstalleerd en geëngineerd worden. En we geloven dat er plaats is in de markt voor een groep die de combinatie maakt van een grotere groep met schaal en anderzijds die het karakter van de KMO dicht bij de klanten en dicht bij de mensen behoudt. En dat is wat we met Front proberen te bouwen. Yeah. Vorig jaar in juli hebben we de eerste twee bedrijven gehad die gesprongen zijn. Ik noem dat letterlijk en figuurlijk gesprongen zijn op de fronttrein. De firma Leenaerts uit Houthalen Helchteren en de firma ABN Klimatisatie uit Münster-Bilzen. Dat heeft wel ergens in de markt een bepaalde dynamiek gecreëerd. En dan in september vorig jaar is Klimawest uit Zwevegem aangesloten. Ook een bedrijf heel sterk actief in de wereld van klimatisatie en HVAC. Eind vorig jaar is Sanitel uit Waasmünster aan boord gekomen. En heel recent is ook de firma Elektroverbeke, elektrotechniek uit Deinze, mee aan boord gekomen. Dus het succes van die zeer snelle groei komt vooral door een aantal DNA-factoren die Front uitstraalt. Gimf brengt natuurlijk een stukje het kapitaal en ook de ervaring in om die acquisitiestrategie en om die samenwerking tussen die bedrijven mogelijk te maken. Want die bedrijven, zelfstandig of individueel, die zouden nooit overnames kunnen doen aan het tempo dat wij die vandaag aan het doen zijn en die schaal op zo'n snelle manier gaan creëren. Dus dat is één aspect. En het tweede aspect is dat we natuurlijk, doordat wij die schaal kunnen bereiken, daarop inzetten dat we ook bepaalde structuren kunnen creëren, op de holding bepaalde ervaring kunnen binnenbrengen uit ons netwerk, uit het netwerk van het management van de holding, die net kunnen helpen om die professionalisering of verdere professionalisering van de groep, om die mogelijk te maken. En ik denk vanuit mijn standpunt, Front, een installatiebusiness, is een business die rond mensen draait. Hè. En dat zijn de assets van onze business, dus daar dragen we samen met Gimf heel veel zorg voor. En twee, ik ervaar Gimf zeker ook als een partij die oplossingen zoekt. Ja, die wereld van morgen wordt complexer. Ik denk dat iedereen dat ook wel beseft. Hè. En ook veel van die zaken zoals een warmtepomp, laadpalen, zonnepanelen en batterij, ergens moeten die met elkaar gaan babbelen. Momenteel ligt dat samenspel wordt iets te veel bij de klant gelegd vanuit de markt, omdat die markt gefragmenteerd is. Wij willen morgen dat aspect, die complexiteit, bij ons nemen en dat als één pakket aan onze klanten gaan aanbieden. Misschien een tweede maatschappelijke meerwaarde die ik zie, komt ook terug weer op dat menselijke, is dat onze ambitie is om die klimaattransitie mogelijk te maken, maar ook om te groeien. En door te groeien bieden we ook weer mogelijkheden in die grote groep aan mensen om voor de groep te werken. We creëren werkgelegenheid. En dat is uiteraard ook een belangrijke meerwaarde. Kwaliteitsvol werk, ook mensen opleiden, mensen helpen ontwikkelen, dat vinden wij ook zeer belangrijk.